Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Hans van Hoessel. Ik ben voor Nederland importeur van Flydoo. Wat is Flydoo? Flydoo is een ballonproduct uit Frankrijk. En het bestaat uit een aantal onderdelen, zoals elke ballon dat bestaat. En deze ballon is met name ontwikkeld voor mensen die plezier hebben met ballonvaartactiviteiten. Een ballon, zoals hij hier staat, dat is alles wat Flydoo wat. Een envelop. Momenteel verpakt door in een grote zak. Weegt 40 kilo. Voor twee personen. Twee personen ballonnetje. Weegt 40 kilo. In deze mand, in deze doos zit de brander. In deze box de elektrisch aangedreven motor. De batterij voor de aandrijving van de motor. En het frame waarmee de motor aan het ballon bevestigd wordt. En hier hebben we dan een cilinder waarvan er twee met onze Flydoo meegaan. De complete setup van de ballon is hier opgesteld. En we zien dus een volledig demontabele mand met een aantal hele interessante attributen. Onder andere een tas voor de batterij in te doen waarmee de elektrische motor wordt aangedreven. We hebben een aantal hele lichte supports om het frame op zijn plek te houden. En een easy access mogelijkheid. Die je gebruikt op het moment dat je de ballon gaat inflaten. De ballon zelf noemen we een envelop. Die zit in deze grote zak verpakt. Het dingetje weegt 40 kilo. En je kunt het met gemak met twee man even optillen. Heel kleurrijk en de ballon-envelop die kan uitgevoerd worden in elke gewenste vormgeving. Die wordt er keurig opgeprint en makkelijk te vervoeren. Doos verpakt. Dus een fraai vormgegeven single burner. Brander voldoende capaciteit om een ballon van 2000 kubieke meter mee te voorzien. En het dingetje weegt 7 kilo. Makkelijk mee te nemen, makkelijk te hanteren. De waakvlam, de piezo, radianus, kun je bedienen, links of rechts handig. De brander kan ook gedraaid worden, maakt niet uit welke hand je wil bedienen. Double feed. Bovendien kun je allebei de branders tegelijkertijd gebruiken door beide hendels te activeren. Elke mand is geleverd met een standaard met een document pocket. Checklist en een handling line. Allemaal van lightweight. De ballonmand is voorzien verder van een tweetal pockets voor de brandblusser. Beide zijden een aantal handgrepen om tillen om een stukje makkelijker te maken. En ga je ermee varen, sluit je eerst de toegang tot de mand. Keurig geblokkeerd met een simpele lock. We klappen de mand dicht, zet hem vast met een paar velcro banden. Zoals al eerder ook gemerkt is, wordt de Flydoo geleverd, inclusief een elektromotor. Die wordt aangedreven door een battery pack. Dit is hem. Dit hele koffertje wordt in de mand gezet, in de daarvoor bestemde bag. En uiteraard gezekerd. Flydoo is uitgerust met een elektrische motor. En die motor die drijft een propeller aan. De propeller die zit in deze box. En de motor zelf, de elektromotor, is de zogenaamde Vector Thrust Unit voor hot air balloons. Speciaal ontwikkeld door de
bouwer van deze ballons. En de motor die zit verpakt in een waterproof veiligheidsbox. Dat is hem. Een compacte unit. Die op deze manier straks ook aan de ballon wordt bevestigd. Dit deel dient voor de bevestiging aan het frame van de ballonmand. Het bestaat uit een aantal motor aan de mand wordt bevestigd. En we hier de bedieningseenheid van de motor. Is keurig verpakt uit veiligheidsoverwegingen. Dit dient niet om een boot van koers te laten veranderen, maar kunnen we straks de ballon van richting laten veranderen. U zult het zien. Leandro is de technische man achter het ontwerp van de Factory Thrust Unit, aangedreven Flydo Light Sports Balloons. Leandro laat zien op welke manier de motor, Vertical Thrust Unit, van de mand wordt bevestigd. Open. Je ziet hier een knop waarmee je de ballon, de motor van tevoren kunt instellen op cruise control of push throttle. Push throttle, die zullen we zo meteen zien. De rode knop is die emergency knop. Mocht het gebeuren, onmiddellijk die knop indrukken en de motor en propeller staan direct stil. Je ziet hier een schermpje waarop de conditie van de motor valt af te lezen. Het laden van de batterij neemt ongeveer een uur of 3-4 in beslag. En dan kun je een autonomie van en erbij een uur om constant de ballonmotor te laten draaien. Pushpins die gebruikt worden. Stuurstang van de motor de wind in kan manoeuvreren. De propeller bestaat uit een tweetal delen. Wordt op een heel eenvoudige manier aan elkaar bevestigd. Het klikbakje is leeg. De bevestiging van de propeller is heel eenvoudig. Om de richting van de ballon te bepalen kun je met deze hendel, net als bij de boordmotor, de motor, de propeller van richting laten draaien. En in de middelpositie gebruik je op het moment dat je in de juiste positie bent gekomen. En wil je daarbij ook nog eens een keer de throttle gebruiken, dat kan dus door deze knop in te schakelen. En daarmee kan dan ook de toerentel worden geregeld. Het scherm wat we hier zien geeft de conditie van de motor aan met een aantal parameters. Temperatuur, toerentel, belasting
en de accu-conditie. In combinatie met de motorunit kunnen we hier ook op de batterij een aantal zaken aflezen, zoals de charge en de conditie van de accu die we gebruiken.